Onze chef boeken, Michael Koornneef. Welkom, Michael. Je neemt altijd een nieuw boek mee en een al eerder verschenen boek. Twee boeken dus die eigenlijk hetzelfde thema hebben. Wat heb je vanavond meegenomen? Het nieuwe boek is van een Deense schrijfster, Kirsten Hamman. Het boek heet Kamer 516. Heeft in Denemarken in 2008 een publieksprijs gewonnen. Ja. Is nu net vertaald. En het oude boek is van Aravind Adik, een Indiaanse schrijver. En dat heet De Witte Tijger. Jij leest heel veel Bas Heijnen. Ken je een van die twee boeken? Nee, ik ken White Tiger. Die heeft de boekerprijs gewonnen. Ja, maar niet zo lang geleden. Nee, ik heb het niet gelezen. Nou, die boeken die hebben als onderwerp, het is vrij geëngageerde literatuur, laat ik het zo maar zeggen. Kirsten Hamman, haar hoofdpersonage is een dame die het eigenlijk heel goed voor elkaar heeft. Ze heeft een leuke man, ze heeft een leuk kind, ze heeft een prachtig huis, ze woont midden in het centrum van Kopenhagen. Ze heeft goede seks, alles is goed. En zij voelt zich eigenlijk heel erg schuldig daarom. Dus zij denkt, ik ga mijn talenten aanwenden om iets wat minder goed is in het leven voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld de derde wereldproblematiek. Nou, zij schrijft een hulporganisatie aan en die zeggen, nou, dat is goed. We hebben op dit moment een project lopen, daar kun je in meedoen. En dat is dat je naar kamer 516 gaat in het duurste hotel van Kopenhagen. Yeah. En op het moment dat je daar binnen stapt, stap je in een virtuele wereld binnen. En iedere keer stap je dan in een ander stukje van de wereld waar het echt heel slecht is. Dus allemaal derde wereldlanden. En dat moet ze doen om? Nou, zij wil dat voor zichzelf doen om dat boek te schrijven, om al die problematiek duidelijker voor het voetlicht te brengen. Nou, ze begint er vrij enthousiast aan. Dus de eerste keer komt ze in Niger, in Afrika. En als een soort Alice in Wonderland komt ze steeds in een ander streek van de wereld terecht. In Sint-Petersburg, in een achterstandsbuurt. Of in China bij een spijkerbroekenfabrikant, waar natuurlijk hele slechte werkomstandigheden zijn. Maar zij merkt wel zo dat het haar zo op gaat slokken, die problematiek allemaal, dat ze het eigenlijk helemaal niet meer aan kan. En steeds vaker terugverlangt naar haar veilige haven in Kopenhagen. Natuurlijk kan ze aan het eind van de dag weer die kamer uitlopen en komt ze weer in het gewone leven terecht. Maar nou ja, het boek legt eigenlijk toch wel de vinger op een zere plek van hoe gaan wij als vanuit het Westen nou om met onze welvaart ten opzichte van al die arme gebieden in de wereld. Dus het is eigenlijk ook een ongelijkheidsvraag. Ja, een ongelijkheidsvraagstuk. Nou ja, zij geeft uiteindelijk geen antwoord op die vraag in dat boek. Ik denk dat het ook bijna niet te doen is. Het lijkt er bijna alsof zij zegt van je kunt het maar beter accepteren, want dan heb je toch voor jezelf in ieder geval een wat eenvoudiger leven. Maar ja, rond die kwestie van die ongelijkheid, daar gaat het eigenlijk om. Het is eigenlijk toch wel een lichte aanklacht tegen de verdeling in de wereld. Ja. En dat geldt ook voor het andere boek, The White Tiger. Ja, dat is een veel scherpere aanklacht. Dat gaat over een ondernemer in India die vanuit de slums zich naar boven gewerkt heeft. Hè. Als een kasteloze heeft hij zich opgewerkt in de maatschappij tot een rijke ondernemer. En hij hoort op een gegeven moment dat de premier van China India zal bezoeken om te zien hoe het economisch wonder zich daar voltrekt. En dan gaat hij voorafgaand daar aan het bezoek, schrijft hij 7 brieven naar die premier om te laten zien dat het helemaal niet zo mooi is. En dan kom ik heel breed, vertelt hij over alle misstanden in die Indiaanse samenleving. Dus dat is echt een hele scherpe aanklacht tegen die kastenmaatschappij. Jij schrijft vooral over Nederland, Bas Heijnen. Nou, en Nederland hoe Nederland in de wereld staat. Ik heb laatst nog een heel verhaal voor Hollywood geschreven. Ja, ik lees niet alles. Ik ben in de Playboy Mansion geweest. Dat kan jij niet zeggen. Nee. Het is wat, in mijn geval paars voor de zwijn. Ik ben bij Hugh Hefner op bezoek geweest. Ja, de baas van Playboy. Een hele aardige man. In zijn pyjama. Wat wilde je van hem weten? Nee, ik was uitgenodigd door, schrik niet, de weduwe van Gene Kelly. Die had me meegenomen. En ik is een verhaal geworden over Hollywood. En nou ja, goed, dat kan. Maar ik schrijf dus niet alleen over Nederland. Dit keer onderbrak jij mij, hè? Dat is soms ook wel het probleem. Dat die columns natuurlijk, daar heb ik wel duidelijk een thema gekozen. Ja. Omdat ik denk, je moet niet de ene week over je kat gaan schrijven en de andere week over dat je daar en daar bent geweest. Ik bedoel, er moet wel een zekere, op gevaar af dat je natuurlijk je beperkte thematiek hebt, maar je moet wel een soort lijn in zitten. En die bundels die zijn, gaan ook, die drie die verschenen zijn, gaan over Nederland. Maar daaromheen schrijf ik toch echt over heel veel andere onderwerpen. Ja, dat ook. Maar ook de plek van Nederland in de wereld. Hey, globalisering is toch eigenlijk iets. Maar ja, die thematiek in het boek Kamer 516, dat heb ik niet gelezen. Maar dat is natuurlijk wel, daar heb ik wel ook over dat boekje Onredelijkheid over geschreven, een paar jaar geleden. En dat geeft natuurlijk over, je bent in een kleine wereld
Het is natuurlijk heel vervelend als je denkt, heb ik mijn bonuskaart wel bij me, terwijl je weet dat er heel veel ellende in de wereld is. Dat is eigenlijk onevenredig. Er was vroeger een neiging om te zeggen, het is een schande dat jij je over die bonuskaart druk maakt, want we kijken eens wat voor ellende er is. Dat is het ene uiterste. Het andere uiterste is van, ja hoor, daar kan ik toch niks aan doen en ik heb nou eenmaal die bonuskaart. Mm. En laat ik, maar ik denk dat je ook daar weer... Hoe kies jij? Wat kies jij? Nou, het is ook weer een voortdurend... je kunt niet alleen maar voor het leed van de wereld kiezen. Daar zijn dan word je onoprecht, hypocriet en dan ga je liegen. Want ga je zitten mensen niet in elkaar. Ja. Dus je moet toch die twee werelden... Ik kan weer geen uitsluitsel geven, net als met die identiteit. Het is wel voortdurend onderhandelen, balanceren van ja, die kleine wereld. De wereld van die opgroeiende kinderen, van het schoolgeld wat omhoog gaat. En dat valt allemaal in het niet tegenover de grote wereld. Maar dat is geen levenshouding. Dat je voortdurend je eigen leven reduceert tot een soort voetnoot bij heel veel ellende. Maar je wilt aan natuurlijk wel iets overbrengen daarmee. Aan de andere kant, als je zegt, die ontwikkelingshulp die werkt niet, schaf maar af... Ja, als je zegt, die werkt niet, dus we gaan hem beter maken... of we gaan andere manieren bezinnen om dingen die wel werken. Maar het idee, schaf me af, want dan zijn we er vanaf. Of die opwarming van de milieu, ja. Dat is, dat heb ik zo tegen dat nieuwrechtse betoog. Natuurlijk zijn er heel veel politiek correcte aannames geweest... waar mensen heel erg in geloofd hebben... die best wel kritische kanttekeningen verdienen. Maar dan moet je dat wel doen vanuit een instelling... om het dan te verbeteren en niet om er maar van af te zijn. En dan sluit je anders op, en dat is ook het verhaal van de PVV... in die kleine wereld, die bubbel... en dan zeg je de rest van de wereld, die kan mij niks schelen, die doet er niet toe. Mm-hmm. En A, is dat nogal harteloos, maar B, laat die rest van de wereld jou daar ook niet mee wegkomen. Die pakt jouw knalen. Maar zie je schrijven wel toch als een vorm van strijden voor een betere wereld? Nou, niet in die hele agitprop-achtige manier, want dat werkt helemaal niet. Dus het is een voortdurend bewustzijn juist van die dilemma's en daar proberen een houding te vinden die wel iets oplevert. Ja, en dat moet je zo subtiel en stilistisch zo aardig mogelijk doen. Ja. Maar dat hele idee van de barricades op, ik zeg altijd als je de barricades op gaat, dan schrik je niet van degene die tegenover je staat, maar van degene die naast je staat. Het zijn altijd lotgenoten die om hele oneigenlijke redenen het met jou eens zijn. Ja. Dus dat hele idee van strijdbaar gaan we de wereld veranderen. Dat is natuurlijk ook, dat is ook, hoe noem je dat, ontmaskerd als een romantische leugen. Maar dat betekent niet dat je dan maar niks moet doen. Mm. Dat gebeurt dus ook in dit boek. Michel? Die vrouw die is echt niet van kwade wil. Hè. Ze wil echt heel graag iets doen. Maar gaandeweg komt zij erachter dat wat ze eigenlijk wil, dat bijna onmogelijk is. Omdat ze ook bijvoorbeeld tegen dat soort problematiek als van het alledaagse leven aanloopt, die dan veel meer op de voorgrond treden dan de derde wereld. Het boek van Adriaan van Dis, de wandelaar, gaat daar ook heel erg over. He, je betrokken voelen en tegelijkertijd onmachtig. Nou, en hoe moet je daarmee omgaan? Maar waar haalt dan de hoofdpersonage in het boek Kamer 516 uiteindelijk de voldoening? Of is dat juist iets waar ze misschien niet eens uitkomt? Nee. De ellende is ook nog dat haar huwelijk aan het eind van het boek strandt. Dus het is echt een grote dof ellende eigenlijk. Ze had gehoopt iets te vinden en uiteindelijk is er geen antwoord voor. Dat is meer, het is meer registreren dan een oplossing bieden. Maar wel lezen dus. Natuurlijk. Ja, dat levert ook heel veel herkenning op. Juist omdat we misschien allemaal die vragen wat wel hebben. Wat herkende jij dan? Ik denk dat we het ons allemaal wel eens afvragen. We leven natuurlijk in een gigantisch rijk land. En ja, als je dan die beelden voorbij ziet komen, denk je ook bij jezelf wel. Dus in die zin, denk misschien dat het daarom wel die prijs heeft gewonnen. Omdat het heel veel herkenning opleverde. Een spiegel om af en toe eens in te kijken. Ja,